Onze collega's van RTV Seaport in de Muiden gaan verhuizen en houden een verkoop- en een marathon radio-uitzending. Net die collega van ons en jullie gaan verhuizen. De gemeente heeft besloten om het pand af te stoten, te verkopen. Dat betekent voor RTV Seaport als een van de laatste het pand gaat verlaten. Helaas. We gaan alle spullen die we niet meenemen verkopen. Dus singles, cd's, lp's, stoelen, tafels, noem maar op. En dat is allemaal, wordt beschikbaar gesteld voor het goede doel RTV Seaport. En RTV Seaport gaat gewoon natuurlijk verder, maar jullie gaan meer digitaal, heb ik begrepen. Nou, we gaan natuurlijk door zoals we eigenlijk nu bezig zijn. We gaan met RTV Eimond samenwerken wat televisie betreft. Onze radio blijft gewoon in de lucht en uiteraard de website en social media. We zien natuurlijk aardig wat mensen al lopen struinen en er zitten echt koopjes tussen. Oh, uiteraard, er zijn al wat dingen verkocht waar we dus toch leuk verdienen. Maar we vragen ook geen hoofdprijs hoor. We willen gewoon de spullen kwijt. En er zijn er ook weer andere mensen die het weer gebruiken. Voor bijvoorbeeld het verpleeghuis, de plaatjes. Dus we doen ook niet moeilijk over de prijs. Het moet zoveel mogelijk weg. En we zien er naar uit om over te gaan naar het nieuwe pand in januari. En daar is ook allemaal nieuw meubilair. Ja, we hebben iets in de bibliotheek, daar hebben we nog stoelen, we hebben nog mooie tafels, het staat er allemaal. Het wordt ook kleiner, dus we hebben ook minder nodig. Maar ja, alles gaat via de digitale snelweg tegenwoordig, dus papieren, dat hebben we bijna niet meer. Wij gaan ook nog even lekker snuffelen. Ja, ga vooral even naar beneden, naar de radio, waar de interviews plaatsvinden. En we kijken uit naar de samenwerking met jullie. Welkom hier in dit theater, zou je willen zeggen. Ja. Jullie hadden wel een ontzettend mooi uitzicht hier, hè? Nog steeds? Alleen, het is wel een beetje voor het midden te doen. Over een weer, vanuit, we zijn er vast als volgdag van de samenwerking. Ja, ik kan wel. Hier naast me zit Jenny van Stijn. Jullie basis is nu nog maar even Heemskerk. Jullie komen hier om een rapportage te maken. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Vertel, wat brengt jullie hier en waar ben je nieuwsgierig naar? Stel ons de vraag. Nou ja, ten eerste natuurlijk de oproep van jullie dat jullie gaan verhuizen, heb ik begrepen. Daar ga ik straks nog wel even wat vraagjes over stellen. Ja. En er stonden natuurlijk ook spulletjes te kopen. En wij hebben ook een studio en wij hebben ook spulletjes nog nodig. Dus, en we steunen daar natuurlijk ook het goede doel gelijk mee, jullie. Ja, wat goed. Nou, daar heb je vrachtwagen. Deze komen niet met een kleine auto, dus ook met een vrachtwagen. Ja, en een dikke portemonnee. Juist. Ja, het zijn ook allemaal vrijwilligers, dus we gaan ook veel niet over de neus worden, steken. Gaat het niet worden. Nee, en voor de rest, ja, de samenwerking. Wij kijken er enorm naar uit. Het is natuurlijk, het is RTV Eimond geworden. En het is gewoon ontzettend leuk dat je gewoon in een ander gebied terechtkomt. Ja. En dat je daar gewoon ook meer nieuwtjes van mee kan pakken. Meneer Huisman, RTV Seaport gaat verhuizen. Wanneer? Wij gaan officieel verhuizen 1 februari volgend jaar. En naar welk adres? Gerard Douwstraat, daar is een pand en daar kunnen we in. Met de studio en met de vergaderruimte, met de redactieruimte. Dus dat gaat gebeuren. Heel veel Eimuidenaren hebben een steentje bijgedragen eigenlijk aan de ontwikkeling van de omroep. En die mensen die zie je nog wel af en toe. En die hebben het allemaal over die oude tijd, de Vos en de Ros. En ook mensen in Beverwijk en geloof ik in Heemskerk ook, bij jullie. Die hebben ook hun roots eigenlijk hier in dit pand. Dus er hangt wel een stukje nostalgie omheen. Het is een beetje oude zooi ook geworden, dat moet ik eerlijk zeggen. We huren dit van de gemeente. Er is geen geld of te weinig geld om het bij te houden, op te knappen. Dus we zijn wel erg blij dat we naar een nieuwe locatie gaan. Wij hebben een hele bijzondere gast in onze studio. Burgemeester Frank Dahlens, dames en heren. Geef een applaus hier in de studio. Dankjewel. Ik denk een half jaar geleden of zo kregen we het bericht van het Witte Theater. Jongens, jullie moeten eruit. We hadden echt een hele goede creatieve ondernemer hierin zitten. Maar het is zelfs hem niet gelukt om de juiste formule te kunnen vinden waardoor... De kosten van het Witte Theater in verhouding stonden tot de opbrengsten van het Witte Theater. De ondernemer is er ook mee gestopt. En de gemeente heeft toen gezegd van we vinden dit een heel mooi, markant gebouw. Is het ook. Dus we gaan het niet slopen, maar we gaan het in de verkoop zetten. Waarbij we van verschillende aanbieders willen horen van wat zou je ermee willen gaan doen. Alle nieuwe apparatuur goed kan worden aangelegd en niet aan elkaar worden geknoopt door de jaren heen, zoals hier. Dus ik denk dat geeft een hele goede nieuwe impuls aan de omroep. Ja.